Hallo, ik ga zo live. Ik wacht even tot er meer mensen kijken. Ben ik goed te horen? Ik zie allemaal hartjes, dus ik denk dat ik goed te horen ben. Ik wacht nog even af tot er meer mensen meekijken. Prima, lees ik. Nou, dan ben ik dus te horen. Adi hoort me ook. Leuke beren, lees ik. Ja, dit zijn mijn nieuwe knipvellen. Misschien had je al wat voorbij zien komen van de tekeningen. Maar ze zijn er nu. En ik ga er nu vandaag mee aan de slag. En ik kan je ook alvast wat kaarten laten zien die ik ermee gemaakt heb. Ik heb twee nieuwe vellen. Het is dit vel met de beer in een zwembroek. En ook nog een vel met een beer in een badpak. En daar zitten allerlei vlaggetjes bij. Je hebt de letters van ABC erbij, zodat je een kaart kan maken voor als iemand geslaagd is voor zijn zwemdiploma. Een badeentje zit erbij. Weer klemmetjes voor de kaarten. Want ik heb ook nieuwe kaarten. Die zal ik zo ook even laten zien. Dan kan je ze weer op zo'n kaartenrekje doen. Kijk, ik zal eerst even de nieuwe kaarten ook even laten zien. Ik heb in drie verschillende tinten. Deze met het kaartenrekje in de okertint. Ook eentje zonder het kaartenrekje. Roze met kaartenrekje, zonder kaartenrekje. En lichtblauw zonder het kaartenrekje en met het kaartenrekje. Dus er zijn weer heel wat nieuwe kaarten bij. En ik heb ook al wat kaarten gemaakt. De kaarten die ik nu laat zien, dat zijn er zes. Daar heb ik ook een pakketje van gemaakt. Daar zitten alle materialen in om die kaarten te maken. Dus de knipvellen van de beren. Bij sommige kaarten heb ik nog een stukje extra papier gebruikt. Dat zit erin. Er zit koord in, foam tape. En de kaarten zelf natuurlijk. Enveloppen zitten er ook bij, want ik heb ook. Dat ik hier geloof ik ook nog ergens neergelegd. Ja, hier heb ik hem. Enveloppen in de juiste maat waar deze kaarten dus in kunnen. En ik zal even de kaarten die ik gemaakt heb voor dat pakketje laten zien. Je kan natuurlijk ook wat anders met het pakketje maken. Maar deze kaarten die staan op de voorkant. Ik heb er hier eentje met een kaartenrekje met een slingertje eraan. Plaatjes eraan. Dus natuurlijk voor een kindje die geslaagd is voor A. Of als het kindje de naam, zijn of haar naam met een A begint, kan dat ook. Dus zou ik zo naar Anna kunnen geven. Hier eentje voor iemand die geslaagd is voor C. Die eentjes die zitten er los op het knipvel bij, dus die kan je zelf weten waar je die plakt. Nog een roze. Ook weer met het kaartrekje en een vlaggenlijntje eraan. Een rechthoekige kaart, want je kunt die vierkante kaarten ook bijsnijden. Dus hier heb ik een rechthoekige kaart ervan gemaakt. Nou, weer eentje met vlaggetjes. En nog eentje met vlaggetjes en een kaartenrekje. Dus je kan er allerlei kanten mee op. En nou, ik wou je daar ook nu wat kaarten van laten zien. Die ik ermee. Ik heb al wat uitgeknipt liggen. Die ik er nu mee ga maken. En dan heb ik ook nog wat handige tips. Misschien heb je er wat aan. Ik heb dit beertje al uitgeknipt. En die wou ik op een kaart met een kaartenrekje doen. Of uitgesneden heb ik eigenlijk. Die rechte kanten die snij ik altijd uit. Nou, die ga ik hier een beetje zo schuin plakken.
stukje dubbelzijdig plakband. Ik werk vaak met een combinatie van dubbelzijdig plakband en lijm. Sorry, ik stoot tegen de standaard van de telefoon. Dus hij wiebelt even. Nou, die ga ik met een klemmetje vastmaken. Ik heb hier het klemmetje al uitgeknipt. Die ruimte die hier tussen zit, die knip ik er niet tussenuit. Want op het ene vel, dat met deze beer, dan heb je een blauwe achtergrond. En dan zit er dus zo'n blauw gat in, zeg maar. En als je dat op een blauwe kaart doet, dan hoef je dit dus niet weg te knippen. En op het andere vel dus zit daar dus roze achter. Dus die gebruik je dan weer wanneer je een roze kaart gaat gebruiken. En als je een gele kaart gaat gebruiken, ik zal hem even pakken. Bij deze gele kaart, daar heb ik wel het weggeknipt. Want anders heb je hier natuurlijk blauw of roze. Bij deze grote klem, dan heb je wat meer ruimte. Dus dan kan je wat makkelijker wegknippen. En bij deze werd het wat lastiger, dan kreeg ik niet zo mooi weg. Dus ik heb dat gewoon even verdoezeld met een vlaggetje eroverheen. Dan zie je ook weinig van dat gat. Deze ga ik dus hier plakken. Je ziet hier nog een beetje de lijm er doorheen, dat trekt weg. Zo. En dan heb ik ook een rondje uitgeknipt waar ik de B op ga doen. Ik ga die een beetje namaken, maar dan de jongensversie. Hier heb ik ook een tip. Waar heb ik nou mijn schaar? Oh, hier. Als je dus wat ruimte weg moet wil knippen daar binnenuit, dan kun je het beste je schaar van onderaf erin steken. Eerst maak ik nog even een gaatje in het midden, zodat ik mijn schaar erin zit. En dan knip ik even naar de hoek vanuit waar ik begin met knippen. En dan steek ik mijn schaar van onderaf erin. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Dus de schaar steek ik van onderaf door het gat. En dan vanaf dat hoekje ga ik knippen. Zo ga je makkelijker door de bocht. En dan omdat je makkelijker door de bocht gaat, wordt hij ook netter. Nou, ik doe nog een keer. Dan ben je op twee van die gaten. Dus ik kan het nog een keer laten zien. Dat doe ik wel vanaf voren, want dan kan ik het beter zien. Ik klik even een gaatje in het midden en dan knip ik naar het hoekje. En dan steek ik dus mijn schaar van onderaf erin. En dan is het natuurlijk afhankelijk hoe om je bocht gaat. Soms is het juist weer handiger om dan weer van vooraf erin te steken. Maar zo knipt hij dus makkelijk. Zo, die ga ik hierop plakken. Een beetje buiten beeld. Deze B ga ik met foompjes vastplakken. Foompjes zitten er ook bij in dat pakketje. Het pakketje is trouwens nog niet leverbaar, want het, op de voorkant komt een foto met al die kaarten. En die komt
Als het goed is, morgen komt dat van de drukker. Dus dan kan ik de pakketten gaan rapen. Dus dat wordt na het weekend, als je het pakket wil hebben. Maar de losse vellen zijn dan wel leverbaar. En nieuwe kaarten. Enveloppen zijn ook leverbaar. Zal ik deze schuin doen. Zo. Die doe ik ook weer met een klemmetje. Zoals je ziet scheur ik het dubbelzijdig plakband. Dus met dit plakband heel goed te doen. Even kijken, hier ga ik nog wat vlaggetjes plakken. Even kijken hoe ik die ga rangschikken. Die had ik ook al uitgesneden. Dus even kijken, nog gele. Ik heb het op verschillende manieren uitgeprobeerd. Ik vond het zelf het handigst om het eerst eventjes te rangschikken en vast te plakken. En dan later pas het koordje te doen. Maar je hoeft deze kaart natuurlijk niet voor een zwemdiploma te versturen. Kan ook om iemand een fijne vakantie te wensen. Of gewoon leuk als verjaardagskaart. Maar voor zwemdiploma is het natuurlijk ook hartstikke leuk. De kinderen die nu zwemdiploma doen, die gaan afzwemmen, die hebben waarschijnlijk allemaal te maken gehad met de corona. Dat ze even niet door konden zwemmen. Het is natuurlijk allemaal niet zo leuk geweest. Zo. Even een stukje koord. Dan ga ik hier wat lijm stukje voor stukje langs doen. Zo, eerst de ene helft. Begin met midden. Zo. En de andere helft. Dan ga ik daar ook nog een knoopje in maken, maar ik laat hem eerst even drogen. En dan maak ik het knoopje er zo in als het koordje vast zit. Oh, ik moet het plaatje nog 3D maken. Vergeet het helemaal. Ik denk, hier ligt nog een plaatje wat erop moet. Hij is zo natuurlijk ook wel leuk. Maar ik maak hem nog even 3D. Zo.
zit mijn camera altijd in de weg. Dus ik weet niet of hij er mooi recht op gaat. Zo. Dan hebben we hier nog zijn voetjes en zijn snuitje. Deze nieuwe vellen gaan uiteraard ook mee naar de knotsgekke kaartendagen. Die zijn volgende week. In Den Bosch. Ze zijn op donderdag, vrijdag en zaterdag. Dus niet op zondag. Kijk. Straks nog die knoopjes erin maken. Maar dat doe ik zo meteen. Ga ik er nog even eentje maken, want ik heb ook nog deze uitgesneden. Die heb ik ietsjes ruimer uitgesneden. Dat vel is natuurlijk roze. En als je wat ruimer buiten dat kader hem uitsnijdt, dan heb je dus een extra roze kader eromheen. Wat voor kleur zal ik die doen? Die is op een... Even kijken. Geel is misschien wel leuk. Lekker vrolijk. En dan is het misschien wel leuk om een blauw randje er langs te doen. Even kijken of had ik mijn lineaal hier niet liggen. Dan schiet het niet op. Oh ja, die heb ik hier. Ik gebruik mijn matje, mijn snijmatje, om het af te meten. Moet ik even opschuiven zodat het in beeld is. Die grote blokken zijn 5 centimeter. En die kleine die zijn 1 centimeter. Dus daar kun je gebruik van maken. Als ik nu bijvoorbeeld een strook wil van, wat zal ik doen, 6 centimeter. Dan neem ik een groot blok. Is het nog in beeld? Ja, hier aan de linkerkant. Zo'n groot blok en nog een... extra blok erbij, zo'n kleintje. En dan snij ik langs de liniaal. Deze liniaal heeft een metalen strip, dus je moet niet aan de kant snijden waar de cijfers staan, maar aan de andere kant, want daar zit een metalen strip langs. En je kan hem dus ook gebruiken om... te zorgen dat je strookje recht gaat als je hem hier een aantal rijen met blokjes aan de onderkant van je kaart legt. Dan kun je zo je strook er tegenaan leggen. Ik leg hem er ook wel eens zo onder. Dan weet ik tot hoever ik lijm erop moet doen. Dit flapje is te veel, dat snij ik er straks af. Maar daar doe ik dan eventjes geen lijm. Kijk, de foompjes die zitten, foam en dingetjes zitten ook altijd overal weer aan. Liggen die bij jullie ook wel eens in de wc? Je vindt ze echt overal door het huis. Ze zijn statisch. Oh, een beetje te veel lijm. Zo, het plaatje ligt hier helemaal. Zal ik die een beetje schuin doen? Dat is misschien wel leuk. Of heel naar mijn recht. Ja, dat is ook leuk. Even kijken, wat zal ik doen?
Mijn zus die schrijft hier, ik heb ze wel eens in bed gevonden. Deze hier ergens. En wie van jullie komt er ook naar de knotsgekke kaartendagen? We staan trouwens nog op meer beurzen hoor, dit voorjaar. We staan begin april in Rijswijk en op de Stempelbeurs in Nijkerk. En er is ook nog een extra Creëdoe, een lente-editie, lentefestival. Die is dan weer een week later. Ik weet de datums niet exact uit mijn hoofd. Maar dat is het tweede weekend van april, volgens mij. Daar is de kaartverkoop vandaag van begonnen. Dus als je in het e-mailbestand staat van de Creëdoe, dan heb je daar vast een mail van gehad. Nou, deze ga ik ook 3D maken. Daar heb ik ook nog weer een tip voor de armen. Want als je hier dus goed kijkt, dan komt deze arm over die zwemband heen. Maar die zwembad zit weer voor het badpakje en dat badpakje zit weer voor die arm. Dus eigenlijk steekt dat allemaal zo in elkaar. Dus er is niet echt iets wat helemaal bovenop ligt. Dus het was een beetje lastig omdat, dat heb ik natuurlijk weer verkeerd getekend. Oké, nou, niet verkeerd getekend, maar het is een beetje onhandig. En als je dat dus 3D wil maken, dan is het handigste om het badpakje zit dus aan de bovenkant van zijn arm om daar plat vast te plakken. Met lijm of met dubbelzijdig plakband vast te zetten. En onder zijn handje om daar wel foam achter te doen. Anders dan krijg je een heel gek gezicht bij die schouder als je daar ook met foam 3D zou maken. Zo, kijk, hier is hij nu plat en daar komt hij naar voren. Ik weet niet of jullie het zo beter kunnen zien. Bij de andere arm gaat het precies hetzelfde. Met mijn handen maak ik hem een beetje bol. Oh kijk, mijn zus heeft het even opgezocht, de datums. Ja, die wist ik nog wel uit mijn hoofd, had ik nog niet gezegd. De knotsgekke kaartendagen, dat is van 17 tot en met 19 februari. Zeg ik het verkeerd? Ja, de knotsgekke kaartendagen zijn in Den Bosch. Zeg ik het verkeerd, Marianne?
jullie kunnen het meelezen. Oh ja, dat kan je niet zien op de herhaling, geloof ik. De knotsgekke kaartdagen zijn van donderdag 17 tot en met zaterdag 19 februari. Dan gaat ze vast nu ook nog de andere beurzen opzoeken. Of heb je dat al getypt en heb ik dat even gemist? Het Crea Weekend in Rijswijk is gelijk met die in Nijkerk. En het Crea Weekend begint dan op vrijdag. Dat is vrijdag, zaterdag, zondag. Dat is dat eerste weekend van april, waar 1 april in valt volgens mij. Oh kijk, daar komt hij al. 1 tot met 3 april. En in datzelfde weekend, maar dan alleen op zaterdag en zondag, is de stempelbeurs in Nijkerk. En dan een week later, op vrijdag, zaterdag, zondag, is het lentefestival van de Creadoe. En dat is in de jaarbeurs in Utrecht. Zal ik hier ook vlaggetjes doen? Dus genoeg beurs om uit te kiezen. Je kan ze ook allemaal doen met wat jij wil. En nog een tip, misschien heb je hem ook al wel gelezen op Facebook of in mijn nieuwsbrief. Als je naar Den Bosch komt, naar de Knotsgekke Kaartendagen, en je bent er al vaker geweest, maar niet vorige keer, dan moet je heel naar de andere kant van het gebouw. Want vorige keer zaten we aan de andere kant van het gebouw en dit keer ook. Maar heel vroeger, alle keren daarvoor, was de Knotsgekke Kaartendagen en volgens mij noemen ze dat de stadsentree. En nu is het dus heel aan de andere kant, dus meer bij dat hele grote parkeerterrein. Het is een beetje lullig als je met de auto bij de verkeerde deur staat. Dan is het handigst om gewoon aan de andere kant te parkeren. Vorige keer was het geloof ik erg mistig. Sommige mensen hebben heel erg moeten zoeken naar waar is nu de beurs. En de reden waarom het dus heel aan de andere kant van het gebouw is, is dat deze hal groter is. Dus er zijn extra brede gangpaden. Het is allemaal heel, heel ruim opgezet. Ja, je moet dus wel even naar de andere kant van het gebouw. Zoals je gewend was naar de andere kant te lopen, dat moet dus nu niet. Ik heb in mijn nieuwsbrief, en op Facebook heb ik dat ook, heb ik een link geplaatst naar een plattegrond. En verder moet je er natuurlijk om denken dat je je QR-code meeneemt. Tenzij daar nog wijzigingen in komen. Er komt geloof ik nog een persconferentie. Eerst maar even mijn touwtje afknippen. Dan ligt die daar. Volgens mij heb ik deze te lang open laten staan. Die verstopt. Ik heb hier natuurlijk geen speld bij de hand. Kijken of het met het punt van mijn schaartje lukt. Ja, daar komt hij. Er komt wel een dikke klodder. Zo. Ik zal nou wel gelijk een dopje erop doen. Zo, en ik zou nog even dat knoopje laten zien, hè, van die vlaggenlijn. Want bij die andere kaart is die
is die denk ik wel vast nu. Ja, die zit aardig vast. Dan vind ik het wel grappig om hier een knoopje te maken. Dus dan kun je het goed zien. Zit natuurlijk net die tekst in beeld. Eigenlijk is voor het mooie dus koordje iets te kort afgeknipt. Kijk, dan maak ik zo aan het eind een knoopje. Zo. En dan vind ik hem nog iets te lang. Dan knip ik er nog een stukje af. Ja, met Tacky Glue heb ik het. Dit is die Tacky Glue. Daar heb ik het touwtje mee geplakt. Ik wil altijd lintjes en koordjes en zo graag met deze lijm. Deze lijm is niet geschikt om hele oppervlakten van met papier op te plakken. Daar is de lijm te vochtig voor. En dan gaat je papier bubbelen. Maar voor koordjes en lintjes en zo, dan is het ideaal. Dat was die. En hier kan ik denk ik nog geen knoopje in maken. Zal ik hier nog een plaatje voor maken? Ik vind hem hier nog een beetje kaal hieronder. Even kijken. Een plaatje met een bal is misschien wel leuk om erbij te doen. Oh, dan zou ik daar ook een roze randje doen. Dan vind ik het handig om even eronder te snijden. Dan kan ik dit beter bekijken. Kijkt sowieso een beetje lastig hoor, met die camera ertussen. Zo. Kijk, nou zit er een klein roze randje omheen. Ik denk dat ik die hier plak. Zal ik die schuin doen? Nee, recht. Zo. Die staat niet dubbel op het vel. Als je die 3D zou willen doen, dan heb je meerdere vellen nodig. Maar zo kan het ook. Zit deze al vast? Oh, die zit al wel redelijk vast. Maar ik daar ook nog even een knoopje in. Zo. Nou, dat zijn de kaarten van vandaag. Deze. En die. Oh, ik zal deze natuurlijk, deze zijn natuurlijk nog veel te lang. Even afknippen. Hij knoopt wel makkelijker als je ze wat langer laat. Nou, wil je ook dit soort kaarten maken, dan de materialen die zijn... Nou, het pakket, dat duurt nog even, maar de rest van de materialen, dat is verkrijgbaar. En het pakket komt dus na het weekend. En die kun je bestellen in de webwinkel. Dan moet je even kijken bij nieuwe producten. En dan bij de zwemberen. Zo heb ik ze genoemd. En dan
kun je ze vast wel vinden. Volgende week ga ik ook weer proberen live te gaan. Maar dan zitten we natuurlijk in Den Bosch. En dan slapen we in een bed and breakfast. En ik ga proberen of het lukt om vanuit daar weer live te gaan. Ik hou weer dezelfde tijd aan. Dus weer om 8 uur op de donderdag. En we gaan gewoon kijken of dat vanaf daar ook gaat lukken. En nou, ik wil jullie verder nog een fijne avond wensen. En nou ja, wie weet, tot ziens op deze beurs of op een van de andere beurzen. En als je me op Instagram volgt, dan zul je misschien ook nog wel wat foto's van tijdens de beurs zien. Want dan gaan we vast ook nog wel foto's maken. Misschien gaan we wel tijdens de beurs ook nog wel even filmen. Dat moeten we nog even bekijken allemaal. En nou ja, fijne avond. Deze nog even bijleggen. Kunnen jullie nog even ernaar kijken. Deze kaarten komen ook weer op mijn blog. En de kaarten die ik je eerder liet zien, die ik al eerder had gemaakt, die staan nog niet op mijn blog. Maar je kan ze al wel op internet vinden. Als je naar de producten in mijn webwinkel gaat en je gaat naar het pakket bijvoorbeeld, dan staan die kaarten er bij afgebeeld. En bij de knipvellen staan ze er ook bij. Dus als je naar het knipvel van het meisjesbeertje gaat, dan vind je alle kaarten die daarmee gemaakt zijn. En als je naar het knipvel van het jongetjesbeertje gaat, dan vind je de kaarten die met die vellen zijn gemaakt. Dus jullie vinden het schattig en erg mooi eruit zien. Nou, leuk om te horen. Allemaal hartjes, mooie kaarten weer. Nou, heel gezellig dat jullie er weer bij waren. En wie weet tot volgende week. Doeg!